gekocht. Ja, ja. En je hebt nog een muts op. Ja, oh wow, want er zit zoveel magische warmte in mijn muts of zo. Alleen maar drugs. Ja, dames en heren, de PlayStation krijgt eindelijk een fatsoenlijke controller. En je hoort het hier als eerst in Gamers Net Gear. Dit is Daniel, ik ben Tom. Yo. En vandaag bespreken wij de Nacon Revolution Pro Controller. Ja. Hele mond vol. Ja, zeker. Wat is het? Ja, controller. Voor de pro's. En het is een revolutie. Ja, man. Nee, er is samengewerkt echt met... het is eigenlijk een... Het wordt genoemd als een e-sports controller. Is echt samengewerkt met... Ja, professionele gamers om zo'n beetje de perfecte controller voor PlayStation gamers te ontwikkelen. Je noemt het ook professionele gamers met tussen aanhalingstekens. Nou ja, denk goed, van gamers die met toernooien meedoen, dus ja, dan kun je ze eigenlijk wel professionals noemen. Oké, maar dan concreet, wat betekent dat voor de controller? Wat heeft dit allemaal extra bovenop gewoon je doorsnee Sony first party PlayStation 4 controller? Nou, aan de PlayStation 4 controller, de DualShock 4, kun je eigenlijk helemaal niks aanpassen. De Xbox Elite controller kun je natuurlijk heel veel aanpassen. Ja, dus het stiks eraf en zo. Ja, daar hebben we ook een Gamers Net Gear van gedaan, ja, kun je terugkijken. Precies, en deze zit er een beetje tussenin, want je kan het nodige aanpassen. Het is vooral via software kun je zeg maar alles tweaken. Ja, dus je hebt het over drivers. Er zijn drivers, ja, en software en programmaatjes om dingen mee te tweaken. Ja. Kan dat op de PlayStation 4? Nee, je hebt daar dus echt de Nacon software voor nodig. Op PC moet je dus? Op PC downloaden, werkt ook niet op Mac bijvoorbeeld. Dus dat, dat is heel leuk dat voor jou. Superkut. Dus jij zegt inderdaad... ook allemaal, Daan, koop geen Mac, daar ga je spijt van krijgen. Ja, vanochtend had hij er spijt van. Ja. Dus nee, dan moet je inderdaad even downloaden, installeren en dan kun je aan de slag. En, ja, ten eerste, de controller heeft al extra knoppen. Sowieso heb je aan de achterkant heb je de M-knoppen, dat zijn zeg maar vier macro-triggers. Ja, klopt. En die kun je helemaal zelf instellen. In het programma kun je de knoppen toewijzen. Er zitten sowieso op de controller vier profielen. Standaard staat de controller in mode 1. Als je hem in mode 2 zet, dan verandert hij ook van kleur. Klikje inderdaad. Een klikje en dan heb je vier profielen die je in kunt stellen. Nou, er staan vier profielen standaard ingesteld. Waarbij bijvoorbeeld de M-knoppen ook R1, R2 en L1 en L2 zijn. Dus ingesteld staan als de schouderknoppen. Maar je kunt ze ook met profielen zelf helemaal instellen. Dus je kan zeggen, ik wil daar het kruisje voor instellen of het driehoekje. Oh of ja, wat sowieso, want die triggertjes aan de achterkant zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld, stel je voor Call of Duty, je moet herladen, moet je meestal je rechterduim loshalen naar herladen toe brengen. Maar nu zou je dat dus gewoon met je vingertje gewoon los kunnen doen. Ja, klopt. Dat is op zich best wel handig. Dat zien we ook met andere pro-achtige modellen. Maar serieus, zullen we het even hebben over het design? Hoe vind je dit ding gewoon in de hand liggen, voelen? En natuurlijk die thumbsticks die zeg maar niet zitten zoals een normale PlayStation controller. Nee, daar ga ik hem niet op afrekenen, dat heb ik al gezegd. Hij voelt wat meer als een Xbox controller. Hij is natuurlijk wat groter, wat logger of wat... Wij noemen dat robuuster. Ja, wij van de Xbox kant zeggen hij dat voelt, zoals het hoort. Hij ligt zeg maar wat robuuster in dan net als een Xbox controller. Ik moet zeggen dat ik de achterste schouderknoppen echt best wel fijn vond. Zeker voor shooters. Die triggers. En die kun je zelf dus ook helemaal instellen op gevoeligheid op de dead zone, zeg maar, wanneer ze werken. Ik vind alleen, maar dat is volgens mij bij een Xbox controller dus ook, echt de R1 en L1, ofwel de bumpers, de linker en rechter bumper. Ja, die vind ik iets te ver naar de voorkant toe neigen, waardoor mijn vingers zoiets hebben van nee. Ze blokkeren, dus dat vind ik wel een minder punt. Dus maar gewoon een beetje de ligging. Ja, maar volgens mij heeft de Xbox controller dat ook een beetje. Dus ja, qua design lijkt het daar heel erg veel op. Jij had het ook nog over die rechter thumbstick, want die zit natuurlijk, nou, de plaatsing daarvan is natuurlijk een beetje apart. Maar er zit ook hij is convexed, wat wil zeggen, hij is gebold. Ja, klopt. En het Nacon logo zit erop. Ja. Nou zei ik, nou, dat Nacon logo is 1 voor stijl en 2 voor grip. Maar jij vond dat niet zo fijn, toch? Zo'n convexed... Op zich, voor grip werkt het. En op zich dat die bolling erin zit, het werkt goed. Voor shooters het is heel fijn. Het is alleen wel zo dat logo erin gegraveerd zit, dus...
Je merkt een beetje dat relief. En dat relief is niet zacht. Op een gegeven moment had ik echt zoiets van, oh, ik voel mijn duim wel een beetje door dat Je kreeg gewoon eelt van het gamen. Bijna wel, ja. Oh, wauw, dat is wel, dat voelt als e-sports, weet je wel. Zo van, ik ben thuis van weer een toernooi. Oh, zie dat eelt, weet je, ik heb hard gewerkt. Klopt, ja. Op zich. Maar het toffe is, je kan dus ook de rechterstick tweaken op gevoeligheid. Dat kun je dus met die software ook helemaal aanpassen. Hoe gevoelig je hem wilt. Dus ja. Bij shooters zet je hem waarschijnlijk een stuk sneller. Bij misschien fighting games of met race games zet je hem misschien wat minder gevoelig. Of welke game je ook speelt. Dat vind ik wel heel erg tof. Dat je eigenlijk in dat opzicht heel erg veel kan tweaken. Ja. Want bijvoorbeeld ook de achterste knoppen, de M-knoppen. Daar kun je dus ook meerdere functies aan toewijzen. Dus als je bijvoorbeeld op M1... Die kun je instellen op R1 en R2. Oh, dus dat je die functie dus combo's. Dat is echt macros. Voor fighting games. Echt macros, ja. Dus die kun je echt toewijzen aan meerdere knoppen. Zodat je bijvoorbeeld bij een fighting game... Een hele combo in één knop. Of bijvoorbeeld gewoon een grab zeg maar met één knop in plaats van twee. Okay. Dus dat vind ik wel heel erg tof. Dat is inderdaad wel... En dat is ook iets wat bijvoorbeeld de gemiddelde e-sport controller... zoals de Razer Wildcat of de Xbox Elite niet kan. Weet je kunt wel knoppen remappen en binden... Maar niet combo's en macro's en dergelijke. Nee, en daar pak na kon wel weer het een en ander. Ja, nee, ja goed, het is wel... Natuurlijk, omdat we dat eigenlijk nooit van normale controllers gewend zijn... is het wel wennen om die achterste knoppen te gebruiken. Maar ja, het is inderdaad voor combo's, voor shooters, om snel te reloaden... is het wel voor de schakelen met race games. Nou heeft de PlayStation 4 geen fatsoenlijke race games, zoals we allemaal weten. Of in ieder geval niet zoals Forza Motorsport of Forza Horizon. Nee, maar toch, stel er komt ooit nog eens een keer iets wat een goede race game is... dan kun je wel leuk schakelen met die flippertjes. Ja, en dat klopt, voelt ja. gewoon heel fijn. Ja, nee, dat sowieso. Verder een puntje, je kunt aan de onderkant... Kun je aan de linkerkant... We zagen het al in de unboxing. Je kunt het gewicht aanpassen. Precies, je kan hem opendraaien. Je kan zitten twee gewichtjes per kant zitten erin. En die hebben verschillende... Of geen. Nee, maar inderdaad. Er zijn er twee per kant in te plaatsen. Met verschillende gewichten. Met zoveel gram. Dus dat, ik heb dat een beetje uitgetest. En dat is op zich wel... Ja, het is wel merkbaar. Maar wat is je smaak, zeg maar? Want natuurlijk, heel fijn dat hij het kan, maar ben je van licht, ben je van zwaar? Wil je gewicht juist in de ene hand of in de andere hand, of juist meer stabiel? Nee, ik heb hem wel... Ik ben gewoon benieuwd. Ik heb een paar keer gewisseld, ik vind stabiel wel fijner. Ja, dus en gewoon ik heb hem, allebei evenveel? Ja, en ik heb hem nu wat zwaarder gemaakt. Kijk, zie je, en dan is het toch weer die Xbox-controller een beetje, want die is al wat logger sowieso. Ja. Die is gripvol en wat zwaarder, terwijl ik persoonlijk ben een Xbox-man, ik vind de PlayStation 4-controller gewoon, en bij de 3 ook al, ik vond hem te licht aanvoelen. Een beetje dat je bijna denkt van hij is niet stevig, omdat hij zo licht is. Tuurlijk, nou, hij is wel aardig stevig. Maar. Kijk, de allereerste PlayStation 3-controller, daar zat natuurlijk geen rumble in, dus die was helemaal licht. Ja. Daar merkte ik het, maar ik heb daar verder bij de PlayStation 4-controller... Ja, ik merk dat niet zo, maar op zich, ik vind het wel, omdat dit ding ook wat robuuster is, vind ik het inderdaad wel fijn als die ook inderdaad net iets zwaarder is. En dan, zo'n blok in je hand. Ja, het is best wel, in dat opzicht voelt dat wel weer wat fijner, maar... Voelt dat degelijk? Ja, het voelt inderdaad heel degelijk. Minpuntje vind ik wel is dat je, er zit een kabel aan met een soort van schroefmechanisme. Ja, hij is ook niet draadloos, hè, nee, voor de mensen die het niet weten. Je moet inderdaad met draad spelen. Maar daar wil ik even op terugkomen, want mensen zeiden, het is 2017, waarom is dat ding niet draadloos? Dat is heel simpel, mensen. Een draad heeft de minimale latency, dus de snelste reactie. Dat is wel waar. En dit is bedoeld voor de e-sports, dan wil je niet dat er nog een extra milliseconde bij komt voordat jouw knop ook op het scherm werkt, zeg maar. Ik moet wel zeggen, ik had zoiets van, ja, had dan in ieder geval de optie erin gedaan om ook draadloos te spelen. Ja, dan mocht hij wel weer een tientje duurder waarschijnlijk, of 20 euro. Ja, misschien. En ja, waarschijnlijk ook weer zwaarder, want dan moet er weer een extra receiver in. En dan dat moet klopt. Je weer juist gaan voor, ga je dan voor de PlayStation Wireless of ga je voor het Bluetooth idee? Ja, ik snap wat ze hiermee gedaan hebben. Hetzelfde was met de Razer Wildcat, die werkte ook alleen met een kabel. Xbox Elite Controller is dan bijvoorbeeld wel weer dat kan op, met beide manieren. Maar natuurlijk, USB, dus je kunt ook nog gewoon aansluiten op je PC. Ja. Dat is op zich wel fijn. Ja. En ik heb natuurlijk getest met een headset. Nou ja, dat is gewoon eigenlijk plug and play. Je doet aan de onderkant, plug je een headset in. Wel fijn, dat werkt prima. Ik heb hem ook met een stream geprobeerd. En dat was wel even wat meer uitvogelen. Want daar pakte hij weer niet helemaal goed het geluid. Dat ik of wegviel, of dat anderen niet goed te horen waren. Of dat het gamegeluid weer niet helemaal goed paste. Dus dat was weer een beetje dat ik dacht van, hé, daar is die... Plug and play weg en dan zelfs met een beetje klooien van de instellingen
komt het niet terug. Werkte het niet helemaal soepel, dus dat vond ik wel balen. Maar als je gewoon online gamet zonder stream, werkt het wel weer gewoon prima. Dus dat werkt eigenlijk gewoon goed. En ik denk dat die online is natuurlijk uitermate geschikt voor shooters. Maar natuurlijk ook wel, ik denk een klein beetje fighters op zich. Want die D-pad is ook wel aardig, toch? Ik moet zeggen dat ik de D-pad van de PlayStation 4 nog steeds fijner vind. Die is heel sterk. Die is inderdaad voor fighting games, is de PlayStation controller... Ja, eigenlijk al misschien buiten de arcade stick, is die toch wel, ja, vinden veel mensen de beste voor ja, fighting games. Ja, sowieso, want de Xbox D-pad is over het algemeen Alleen deze heeft wel 8 richtingen en op zich merkte ik het wel. Ik heb redelijk wat potjes Mortal Kombat gedaan en toen had ik wel echt zoiets van, oh ja, hij is wel inderdaad, ik snap het idee voor een fighting game wel. Ja. Maar is het een allrounder? Is het een allrounder of is het een aanrader voor iedereen op een PlayStation 4? Of heb je toch een kanttekening? Denk, we gaan gaan we segwayen we even een beetje richting die conclusie. Ik vind het wel meer voor de toch iets meer voor de pro-gamer. Het is toch een prijskaartje van boven de 100 euro. Want hoeveel is die? Hoe duur is dat ding? Ja, adviesprijs 110. Oké, dat valt nog op mee voor een pro-controller. Ja. Veel pro-controllers gaan al richting die 150. Dus klopt. Dat is maar dat is die Razer zit volgens mij op 170. De nieuwe Razer Raiju, geloof ik. Is de PlayStation 4 controller van Razer inderdaad. Ja. Misschien moeten we een keer kijken of we die hier ook over de vloer kunnen krijgen bij Gamers Tempier. Maar kunnen we vergelijken. Even Nacon Revolution pro-controller, final thought. Prima product, je kan heel veel aanpassen. De software was in het begin een beetje uitzoeken van nou ja, hoe werkt het precies. Maar je kunt zelf profielen aanmaken, je kunt voorafgestelde profielen inladen tot en met 4 profielen. Je kan het gewicht aanpassen, je kan de stick naar eigen inzicht. Ja, eigenlijk alleen maar de rechter stick aanpassen. Dat vind ik wel eigenlijk zonde, dat je niet beide... Ze leggen ook met het logo en de lichtering ook heel veel nadruk op die rechter. True, dat is wel zo, maar ik had zoiets van, nou ja, waarom kun je ze niet allebei aanpassen? Ja. Ben je echt een PlayStation gamer, dan ligt het ding misschien wat robuuster, wat logger in je hand. Daar moet je waarschijnlijk wel aan wennen. En de knoppen inderdaad, ja, dat is niet PlayStation, maar hey. Echt, een aantal mensen gaan dit ding echt gewoon ritueel verbranden, omdat thumbsticks niet zo zitten als een normale knop. Ik zou hem daarvoor zelf ook niet kopen, maar het is, ja, dat is een kwestie van smaak. Ja, zeker. De goede smaak is maar dat ik moet wel zeggen, kijk, er zit natuurlijk wat meer knoppen op. Je kan heel veel tweaken, je kan heel veel aanpassen. Nou ja, het is wel meer voor eigenlijk de pro-game. Omdat ja, als normale game, als je gewoon af en toe een potje Battlefield doet... of een race game of een fighting game... of wat voor game dan ook, dan weet ik niet of je daar het geld ervoor uit moet geven. Je kan daar bijna 2 PlayStation 4 controllers van kopen. Oh, shit, eigenlijk 2. Dus ja, je moet een beetje gaan kijken van... Hoeveel gaming vind ik het waard om zoveel te kunnen tweaken? Ben ik oké met altijd vastzitten aan de kabel? Precies, dat is natuurlijk ook zo'n ding. Ja. Heb ik een Windows PC klaarstaan om de profielen te tweaken? Ja. Dat is natuurlijk ook een ding. Ja. Nee, ja, dat is inderdaad dat ik denk van ja, weet je, voor dat prijskaartje is het echt nodig om die extra knoppen aan vast te koppelen, die extra profielen. Die, ja, weet je, dat is een beetje aan jezelf, maar ik heb zoiets van... je moet wel heel erg veel gamen en ook best wel competitief zijn om dit product aan te schaffen. Ja, nou oké, dus het is een erg degelijke controller, denk ik. Ja. Voor een bepaalde niche. Ja, het is wel echt voor de doelgroep dat je denkt van, yo, je moet echt veel gamen. Maar toch, een goede set van Nacon lijkt me. Ja, zeker. Goede eerste stap en hopelijk volgen andere partijen. Ja, met misschien nog meer tweakbare dingen. Dat zou mooi zijn. Jongens, dit was Gamers and Gear. Dit was Daniel. Ik ben Tom. De Nacon Revolution Pro controller voor de PlayStation 4 en je PC bij deze. Ja. We hebben ook nog een unboxing live staan. En dan halen we dat ding uit de doos. Dan heb je zoiets van, wauw, tof, internetmateriaal. Wauw, video, super gaaf. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe Gamers and Gear. En heel misschien doet Daniel nog een geschreven review over de Nacon. Ja, er komt nog een geschreven review. Oké, dan komt er die ook nog aan. Dus je houdt het allemaal in de gaten. Gamersnet.nl. Je bent hier welkom. Ook ergens anders op het internet. Maar we vinden het leuk dat je hier bent. Cheers. Doei.